Breda Nu. Je weet het meteen. Fractie Bob wil dat de weekmarkt in de binnenstad zo snel mogelijk naar een nieuwe locatie gaat. Volgens Kees van der Horst kunnen de horecaondernemers op de Grote Markt niet optimaal profiteren van het naderende terrasseizoen. Ik vind het een klein beetje overdreven. Die markt die staat hier al 40, 50 jaar op dezelfde locatie en tot nu toe is het altijd goed gegaan. Ik kan me eigenlijk wel eens bij voorstellen dat zeker op dinsdag en op vrijdag dat de horeca tijdens het zomerseizoen pas later de mogelijkheid heeft om terrassen buiten te zetten. Maar de markt is om 12:30 afgelopen. Om 14:00 is de markt leeg, dus dan kunnen de terrassen gewoon buiten gezet worden. Wat vindt u van het idee dat de markt op dinsdag en op vrijdag dat die een andere locatie gaat krijgen? Kei goed idee. Nee, dat zal zeker schelen. Want als de markt er niet staat, dan merken we echt dat we meer drukte hebben. En ja, zo'n tent voor je horeca gelegenheid is natuurlijk niet wat een ondernemer wenst, denk ik. Kijk, voor ons is het natuurlijk ook onze boterham. En ik weet zeker als we op een andere locatie moeten gaan staan, dat de traditionele waarde van de markt gaat verdwijnen. Ik vind het niet erg om verplaatst te worden. Dit slechter als dit kan bijna niet meer. Ik geloof alleen niet dat ze echt last van ons hebben. Dus denk ik dat dat niet kan. Maar van mij mogen ze ons verplaatsen. Hoe bedoelt u slechter als dit kan bijna niet? De markt gewoon heel slecht is. Dat er weinig mensen lopen. Ja, en misschien ook omdat de tijden voor ons verkeerd zijn. Het begint te vroeg, de winkels zijn later open. Dus de tijden zijn wel verkeerd voor ons. Fractie Bob zit te denken aan Kasteelplein, dat is hierachter. Of op de Willemstraat op station of bij de haven. Wat denkt u van die locatie? Dan lijkt mij het Kasteelplein nog het meest geëikt daarvoor. Ik ben bang, Willemstraat kan ik niet over oordelen. Maar bij de haven dat het ook geen één lekker één geheel is, dus dat de harmonie van de markt wegvalt. Kijk, de markt, ik denk dat die beste floreert gewoon als een compact geheel. Dat mensen gewoon alles kunnen krijgen en als niemand er gaan lopen zoeken waar alles staat. Dus niet te verspreid.